kanker. Voor een heel initiatief. Dus je wel bedacht dat, dat de Wilde Westermoeder weer een prijs gaat geven. En deze keer is het wel tweede keer. Ja? Ja, het is inderdaad voor de tweede keer dat we deze prijs uitreiken. Net wat ik zeg, het is een initiatief wat we vorig jaar op het Thailand Festival in Rijswijk, het Indoor Festival, hebben opgezet. En dit keer, dus voor de tweede keer, zullen we weer zullen gaan uitreiken. Een terugkerend iets als, ja, net wat ik daarnet zei, een schouderklopje voor een speciaal Thais persoon in dit geval. En ik denk dat ze wel eigenlijk betekenen voor moeders die hier aanwezig zijn. Ja, natuurlijk. Ja, de prijs hebben we voor alle moeders die hier zijn. Nou, we hebben wel iemand heel bijzonder. Zij woont in Hogeveen. Ik heb het gelezen, ja. Ja. De eervolle leeftijd van 80 jaar. Ja. Heb ik begrepen. Maar ze is ontzettend vief. En ze heeft zich de hele leven eigenlijk al ingezet voor haar gezin, maar ook voor haar medemensen rond haar heen. En dat geeft haar toch dat stukje speciaal waarvan wij als Stichting Comtij denken dat willen wij graag nog een keer extra belonen en benadrukken. Ja, wat ik heel speciaal vind van deze mevrouw, zij heeft zowel 6 kinderen met haar eerste man. Ze heeft 3 kinderen, eerst het huwelijk en toen bij het tweede huwelijk nog 3 kinderen erbij. Ja, dat kan niet anders, hè? Nou, en daarna, 30 jaar geleden, ze is weer naar Nederland gekomen met haar jongste dochter. En daarna, ze is getrouwd met een Nederlander. En daarna, helaas, is ze weer uit elkaar gegaan. Dus ze 3 keer huwelijk gehad. Daarna ging ze wel naar Amerika om te werken. Daarna, ja, we hebben niet andere woord dan daarna. Hè? Later, ja, dan komt ze wel terug naar Nederland. En ze woont op dit moment in Nederland, in Hogeveen. En ze is op dit moment 74 jaar. Maar als u haar ziet, we zouden denken, nee, dat kan niet. Ga weg. Ze is misschien wel 50. Een beetje ouder dan ik. Dus. Zullen we gaan aankondigen? Ja, natuurlijk, ga je gang. Ik zal ze wel even van het podium ophalen. Als je dus zullen we even vragen? Onze Thaise beste moeder van het jaar 2010 is mevrouw Somne Sansano uit Hogeveen. Zo, 50. Zo, hier is ze. Even naar voorkomen. Ja. Een microfoon erbij. Ik heb er net uitgeroepen dat u de beste Thaise moeder van dit jaar. Dus eigenlijk de tweede persoon van Thaise gemeenschap in Nederland. Ik zie er ook wel 3 kinderen van mevrouw Sansano ook aanwezig zijn. Ik zie ze inderdaad allemaal glimlachen. Ja. En, wat heel leuk. Ja. Leuk dat jullie er ook zijn. Ook voor jullie is dit natuurlijk een speciaal moment. Dat je moeder inderdaad eigenlijk bedankt wordt. Dat kunnen jullie eigenlijk doen. Ik zou zeggen, kom ook gewoon even op het podium. Ah, kom er ook even bij staan. Ja. Kom maar rustig even. Kom er even achterom. Jullie kunnen ook zeggen dankjewel voor je moeder. Het is juist het leuke van dit. Dit is een typisch ook een Thaise traditie op moederdag. Ja, het is. Moeder heeft inderdaad 3 schitterend mooie dochters op de wereld. Die allemaal mooi volwassen en helemaal zelfstandig kunnen zijn. En ja, dat op zich is al een schitterende prestatie. Dus, maar misschien dat de dochters ook zelf nog wat willen zeggen even tegen de moeder. Of is dat echt te veel? Nee, dankjewel.
Hallo. Martijn mag in Nederland. Hallo, ik ben Moes van Manen. Ik ben de jongste dochter van mevrouw Sonnuk Sonsenor. Oh, oké. Okay. Ja, hierbij wil ik jullie zeggen, ik heb de beste moeder die ik ooit heb kunnen wensen. En ik vind dat zij dit soort dingen, ze hebben hun leven voor ons gedaan. Alles heb opgegeven voor alle 6 kinderen en nog steeds. En dat zal zij ook de rest van haar leven dat doen. Hierbij wil ik haar en namens mijn 2 zussen ontzettend bedankt. Ja. Dat zij alles voor ons heeft gedaan en nog steeds. Dankjewel. Ja, ik hou van haar. Dankjewel, dankjewel. Ja, het is inderdaad altijd een beetje ontroerend. ในนามของท่านทูตนะคะก็ขอมอบรางวัลคุณแม่ดีเด่นนะคะให้คุณป้าสมนึกนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลนี้แล้วก็รู้สึกภูมิใจแทนลูกๆทั้ง 6 คุณแม่ทุกคนก็เอาคุณป้าสมนึกเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในการเลี้ยงลูกทั้ง 6 คนนี้จะเป็นตัวที่มาเป็นประชากรที่ดีค่ะนะฮะทุกคนก็ฟีลิสเตียร์และนะฮะอินเดอร์ดาทก็ของคุณสปอนเซอร์ของดาร์สของอังโกเอ่อออร์คิเดียออฟฟังเดอะเบสต์ไทซ์มูเดอร์ออฟดิโพลเมนต์เอ็นฟอร์เดอะมอสเตอร์ En hierbij wil ik maar gelijk mijn dank uitspreken. I would like to thank the Thai Embassy for her cooperation. And as a thank you, I want to give a gift also from our sponsor. It's called Blue Famui. It's one of the beautiest vandas they grow here in Holland. So it's a real Thai orchid. It's born in Thailand, but grow in Holland. So it's something special. Okay. En uiteraard, Paella. Paella krijgt er ook eentje. Alle mooie vrouwen krijgen natuurlijk, net als de bloem, een hele mooie bloem. Daar ben ik heel blij mee. Graag gedaan. En volgend jaar gaan we ook iemand afzoeken, hè? Ook wel de derde persoon. Ik heb het nog iets, René, nog 1 minuut. Ja, ik weet dat je wel zo druk op gang bent, maar dit is ook belangrijk. Mevrouw Sonsano, over 2 dagen en de woonste. 75. Kan dat als wij een beetje zingen? Ja, natuurlijk. Ja, we kunnen natuurlijk voorafgaand al een beetje. Zullen we het in het Nederlands of in het Engels doen? Nederlands. Ja. En wat gaan we zingen dan? Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. In de gloria. In de gloria. In de gloria. Piep, piep, piep. Hoi! Piep, piep, piep. Hoi! Piep, hoera! Dat is heel leuk. Dankjewel. Kapoeka. Dankjewel, kapoeka. Bedankt iedereen.